ik zou dus eigenlijk, ik dacht dat ik eigenlijk bij de Twin Peaks denk. Selling door to door, and he worked like the devil to be more. A different kind of poverty now upsets him so. Night after sleepless nights, I walk the floor and I want to know why am I so alone? 'Cause where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Well, is she gone?
Morning comes to sunrise, and I'm lying in my bed. I see that it is empty, and this devil's in my head. I embrace the many-colored beast, and I grow weary as the torment. Can there be no peace? And I find myself just wishing that my life could simply cease. Thank you. Friends are gone and my hair is gray, aching the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. Said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered me yet, but I hear him coughing all night long. 100 floors above me in the Tower of Song. I was born like this and I had no choice. Was born with the gift of a golden voice and 27 angels from the great beyond. They tied me to the stable right here in the Tower of Song. Stick your little pins in that voodoo doll. I'm very sorry, babe, it doesn't look like me at all. But I am standing by the window where the light is strong. And they don't let women kill you, not here in the Tower of Song. You can say I've grown bitter, but for this I can be sure. The rich, they got their channels in the bedrooms of the poor, and the mighty judgment coming, but it can be true. You see, you hear these funny voices in the Tower of Song. You see me standing on the other side. You know the river got so wide, and I loved you, baby, way back when. And all the bridges we might have crossed, but it feels so close to everything that I lost and will never, never want to lose again.
bid you farewell. Don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to the tower down the track, and I'll be hearing from you, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in a tower of song. Dankjewel. Koen de Witte was dat. En die zal samen met zijn begeleider vanavond een aantal keren een lied laten brengen hier om onze discussies te onderbreken. Misschien is dat dan zeer welkom, dat merken we dan wel. En het eerste twee liederen die bracht waren van Stephen Stills en Leonard Cohen, 420 en Tower of Song. Het is een Mulies festival, dat is omdat 4 jaar geleden is dat Harry is overleden. En het leek de Bali een goed idee dat dat zou worden gebracht in de vorm van 2 tafelgesprekken. En de een gaat dan met de oude herenclub en de tweede gaat dan met de jonge herenclub. Zij het dat er bij de jonge herenclub dames aanwezig zijn. Dus dan spreek je al niet meer van de herenclub, maar van jonge denkers, geloof ik, Sarah. Nee, we kunnen het gewoon jonge herenclub noemen. Het is 2014. Heb je instemming gekregen van de betrokkenen op dat... Ja, toch, Tamar? Ja? Herenclub. Goed. De bedoeling is, de herenclub, ja, de meesten van u weten dat wel, maar dat is een vriendenclub die wekelijks bijeen kwam en komt. En eigenlijk wel heel erg het stempel van Harry Mulies droeg. Straks gaan we erover praten hoezeer dat stempel op die club was. Maar dan is de vraag, hebben de jonge denkers daar ook dan nog iets mee te maken? Of is dat een geheel van Harry losstaande beweging? Ja, dat is misschien een vraag die we eerder aan hen moeten stellen. Daarbij is natuurlijk het wel zo dat wij zelf een herenclub bij elkaar gezocht hebben. En dat we eigenlijk hopen dat jullie na vanavond dat ook in werkelijkheid zijn. Maar iedere maandagavond in de kring dineren doen jullie tot nu toe nog niet, toch? Nee. Misschien te druk voor. Ja. Laten we dat merken. Ik begin met de heren hier aan tafel. Ik stel ze aan u voor, Marcel van Dam, ex-politicus. Julius Roos is ex-internist. Nou, dat blijf je hele leven, denk ik, hè. Is dus internist. Gerard van Lennep is cultureel agent. En Rudy Fuchs is ex-museumdirecteur en schrijft nog steeds over beeldende kunst. Als geen ander, onder meer in de Groene Amsterdammer. De vraag is, ja, hartelijk dank. Het is een beetje voor de hand liggende vraag, maar ook in het verlengde van het voorafgaande. Waarom geen vrouwen in de herenclub? Omdat het een herenclub is? Ja, maar stel dat het andersom was geweest. Dat je had gedacht, wie zijn de leukste en origineelste denkers van Nederland? Was je dan op uitsluitend mannen terechtgekomen? Dat weet ik niet. Het is wel dan zo... zou het dus geen herenclub hebben. Nee, maar het is wel zo dat... Kijk, er waren 3 onderwerpen die in de herenclub verboden waren om te bespreken. Vrouwen, voetbal en auto's. En wat was de logische verbinding tussen deze 3 taboes? Er was geen verbinding, alleen hadden ze alle 3 wel een verbinding met Harry. Die wou er namelijk niet over praten. Die sprak nooit over vrouwen? Nee, die deed het alleen maar. Wat deed hij? Nou, spreken met vrouwen, maar en niet over vrouwen. Nee, maar gaf dat daarmee Julius... Was discreet. Gudi? Was een discrete man, Harry. Ja. Hij sprak daar niet over, bedoel je? Hij zei verder vaak helemaal niks. Dat is het geheim van de herenclub, dat Harry niet veel zei. Meestal, toch? Oh, wij hebben misschien het beeld gehad van iemand die de club domineerde. Nee. Niet in de gesprekken. Nee. Als persoonlijkheid, dat wel. Dus hij was de ongekozen voorzitter. Wat verder ook geen betekenis had. Maar hij... Dat klinkt raar voor een persoonlijkheid als Harry. Hij waakte als een kloek over die club. Dat betekende... Er was niemand in de club waarvoor die club zoveel betekende als Harry. En was het andersom ook zo? Dat niemand zoveel betekende voor Harry als de herenclub? Nou ja. Nou, ik denk dat in de herenclub wel zijn echte vrienden zaten. En niet daarbuiten. Want dat was dus een mannenvriendschap, Julius. Ja, dat was een mannenvriendschap. En het was ook niet zo, in mijn herinnering, dat er nou er waren geen statuten of wat ook, waardoor vrouwen
daar niet bij hoorde, maar dat is eigenlijk zo gegroeid. En bovendien, het was natuurlijk zo dat we ook een paar keer per jaar dan gingen alle, dan dineerden we met alle dames ook. Dus het was niet een, het was geen wet van mede en pers. Het was ook, er waren überhaupt geen regels of wat ook in die club. En nog steeds zijn die regels er niet. Ja, dat is zo gegroeid. Ja. Hoe is het ontstaan eigenlijk, Gerard? De club? Geen idee. Je zit erbij, hè? Ja, ik was er, ik was er wat ik later bij. Ik zie je bij. Daar rechtsboven. Jawel, maar dat was, ik ben een nieuwkomer. Op die, in die, nee, dat is anders ontstaan. Maar wat die vrouw betreft, Harry zei altijd, als er vrouwen bij zijn, wordt het huilen. En dat was ook vaak zo. Als er dus de weduwes of andere vrouwen werden uitgenodigd om dan een avondje mee, dan eindigt dat vaak met een traantje van de een of andere. Waarom, weet ik niet meer, maar... Dat was het omdat jullie de vrouwen in het algemeen en daar aanwezig in het bijzonder bruut tegemoet traden? Nou, niet, nee. Het was, ja, ik weet het niet waarom het eigenlijk was. Misschien ook een soort, weet ik veel, jaloezie? Onderlinge ruzies. Jaloezie? Ja. Ik dacht juist dat onze empathie uitnodigde tot het etaleren van al het huiselijk leed, waardoor af en toe een traantje ging vloeien. Dat zal het geweest zijn. Ja, Ik denk dat Harry vond dat als er vrouwen bij waren, die praten over anderen, die hebben een ander soort van, maar oppassen, ja. Maar die praten over kinderen anders, over zaken, dingen met de kinderen, en daar hadden wij geen zin in. Nee, en hij en vond... En dus je hebt een soort sentimentele discours. Maar hij vond ook dat... mannen zich anders gaan gedragen als de dat vrouwen zeker. Bij zijn. Ja. Ja, die, en dat die gaan was voor zich, hem volgens mij de belangrijkste reden. Haantjesgedrag. Competitie. Was dat de veronderstelling die jullie deelden? Of is dat alleen de waarneming van Harry? Nee, het was alleen de waarneming van Harry. Ik deel die opvatting dan, ja. Want er zijn toch wel geruchten uit het verleden over vrouwen die van de een naar de andere overstapten. Gek is dat. Die kende ik niet. Nee? Ik ken wel het begrip wat ik in de club geleerd heb, het begrip kutzwager. Komt dat niet op hetzelfde neer als wat ik zei, maar dan onvriendelijker geformuleerd? Ja, maar ik ken... Nee, ik heb dat gerucht ook zelfs nooit gehoord. Nou ja, ik dacht dat er iets was met de vrouw van... de vriendin van Mierlo die overstapte naar Duizenberg, zeg ik dat goed? Oh ja. Ja. Ja, dat is waar, maar die... Jullie hadden niet op gerekend dat ik dit onderwerp had voorbereid. Nee. Ja. Ja, wat dan is nog? Zo. Ja, ik vind er niks op tegen, maar precies. Nee, ja, precies. Nee, dat is het leven. Ja. Ja. Goed, ja. Mannenvriendschap dus. Wat waren er op die avonden de onderwerpen van gesprek? Waar ging het over? Staatsgeheimen. En die werden door de politici aan tafel ingebracht? Nee, maar zo noemde Harry dat dan. Staatsgeheimen. Maar noem eens wat. Ja, hoeveel overhemden heb jij? Dat wil ik wel eens van Harry weten. Dat soort diepgaande filosofische achtergronden. Ja. Nee, maar alles kwam aan boord. Politiek. Ja, was politiek het hoofdonderwerp? Nou, het ging vaak over politiek. En het ging, als Rijnbert er was en Julius, ging het ook wel veel over muziek. Want Harry wist veel van muziek, hield veel van muziek. En voor de rest heel vaak actualiteit. Theater, wat speelde in theater? Was dat goed? Was dat niet goed? Was het de moeite waard om er naartoe te gaan? Dus het waren toch wel onderwerpen die je... Laten we zeggen, op een verjaardag niet zo doorsnee besprak. Daarom was het zo interessant om er naartoe te gaan. En jij zei net, Harry was degene die meer luisterde dan dat hij het woord nam? Ja, hij sprak niet veel, maar hij luisterde heel goed. Mm-hmm. En, als het hem echt interesseerde, of dat het hem bezig hield, of dat hij erover schreef... dat hij aan een boek bezig was. Dan mengde hij zich ook zeker nadrukkelijk in de discussie. En sommige onderwerpen die hadden echt zijn belangstelling. Hij was een fervent aanhanger van Israël.
En als dat te sprake kwam, dan mengde hij zich zeker in het gesprek. Maar hoe ging dat dan? Bijvoorbeeld, er was een discussie over de rol van Israël in het Midden-Oosten. Ja. Ik neem aan dat, ik zie daar ook een hoop progressieve mensen bij op dat schilderij, dat daar genuanceerd over gedacht werd in de club, zal ik nou zeggen. Nou, zeer genuanceerd. Daar stond Harry ook alleen. Maar accepteerde hij dat? Jazeker. Maar het bracht hem niet tot een ander standpunt? Nee, het bracht hem niet tot een ander standpunt. Hij was... maar dat was het aantrekkelijke aan Harry. Ik weet niet precies... Ik heb voor mezelf wel eens geprobeerd dat onder woorden te brengen, maar dat is niet zo makkelijk. Harry had een aantal eigenschappen die eigenlijk... als anderen ze zouden hebben, dan zou ik dat niet accepteren. En van hem wel. Zoals het onderwerp Israël. Ja. En zeker de manier waarop hij er vaak over sprak. Maar waarom je dat van hem wel accepteerde en van anderen niet, weet jij dat, Julius? Ik zou me kunnen voorstellen dat de geschiedenis daar een rol in speelde. Jawel, zijn geschiedenis natuurlijk. Ja. He, want als je 4061 leest, dan lees je dat hij een groot bewonderaar was van Israël. He, van, maar dat heeft natuurlijk met zijn herkomst te maken, zijn moeder. Ja, ja goed. En die discussies die konden af en toe behoorlijk fel zijn. Dat ging al flink, kon wel flink tegen elkaar. Ja, botsen. Maar hij had een redelijk standvastig wereldbeeld. Hij ontwikkelde niet. Hoe zag dat eruit? Nou, hoe zag dat eruit? Het was heel... Als je het als architectuur zou zien, dan was het heel streng gebouwd. Het was renaissance. Ja, het is een mooie metafoor, maar het is voor mij nog te ver weg. Oké, ik kan er ook niet meer over zeggen, Paul. Ik probeer het uit. Het was een wereldbeeld met minder weinig schaduw. Hij had vaste overtuigingen en zolang er geen reden was om daarvan af te... Dat zeg maar wel standvastig. En dat was ook, vond ik wel aantrekkelijk. Vond ik wel mooi. Leidde het niet van... Ja, hij had niet het idee van een beetje meepraten met de tijd. Modieus, hij was totaal niet modieus. Hij was modieus aan andere dingen, kleding en zo. Hij was perfect gekleed. Maar hij was niet modieus in denken. En dat probeerden we ook in die herenclub een beetje te handhaven. Dat is niet... Iedereen kon alles zeggen wat je vond. En er waren mensen die waren voor of tegen Israël of weet ik wat. Of andere dingen. En dat gaf nooit aanleiding tot ruzies of tot problemen. Omdat die verschillen en die standvastigheden over en weer, die zijn deel van die werkelijkheid. Waar iedereen bestaat. Toch zijn er wel mensen. Ik zie daar, geloof ik. Nou nee, Peter Schat staat er niet meer bij, hè? Maar die is toch geloof ik min of meer om politieke redenen eruit gestapt. Of gegooid. Al naar wat je... Kijk, er was één ding wat Harry een hekel aan had. Hij had een hekel aan als mensen hun eigen verleden verrieden. Dat wil zeggen dat ze... je kunt wel... Hij zelf is zijn standpunten zijn wel geëvolueerd. Maar hij vond het dat je een vroeger ingenomen standpunt verkettert, niet alleen afwijst, maar ook echt verkettert en ook vindt van andere mensen dat die totaal ongelijk hadden om dat ooit te denken. Daar had hij een hekel aan. En dat is eigenlijk de basis van de ruzie met Peter Schat geworden. Want waar spitste zich dat op toe? Amerika. Dus Peter die was in een vroeg stadium, die was gewoon lid geweest van de CPN zelfs. He, maar die was helemaal bekeerd en aanhanger van Amerika geworden. En dat ging hij ook in interviews beleiden. En begon dan een beetje smalend over Harry te praten. En dat vond Harry, toen het op het hoogtepunt was, de ruzie. Ik herinner me die woorden dat Harry tegen hem zei, en dat was het eind ook. Jij bent een eerloze verrader. En toen werd er nog een toetje genomen? Of werd er bij het been uit het instrument gestapt? Nee, dat was Peter Schat exit. Ja. En daar waren jullie het allemaal mee eens? Ik bedoel, of was het gewoon zo omdat Harry de baas was en hij dat zo vond, gebeurde dat zo? Nee, Harry was niet de baas. En als... Kijk, er was niemand die de behoefte voelde om Peter te verdedigen.
Dat was het meer. Het merkwaardige is dat, voor zover ik me dat herinner, Arie Mulisch zelf later ook enigszins een verdediger van het Amerikaanse buitenlands beleid is geworden. Zeker. Dus dat betreft is hij daar het peterschap toegekropen. Ja, maar Harry heeft nooit, je zult nergens van Harry vinden dat hij, laten we zeggen, zijn Cuba-standpunt van toen, dat hij dat herroepen heeft of zo. Nee. Of hij vond dat dat in ieder geval paste in de tijd en in ieder geval vond hij dat hij geen reden had om dat te herroepen. Nou, en sterker nog, ik bedoel dat het ideaal van Castro bestaat nog steeds. Dat het mislukt is of moeilijk is, maar het is niet onwaar geworden in zichzelf. Mm-hmm. Ja. En dat vonden wij allemaal, dus dat vind ik ook nog steeds. Niet onwaar geworden. En er zijn nog in de wereld honderdduizend miljoenen, miljarden mensen die erop hopen. Ja. Dat het zoiets zou kunnen gebeuren. Overigens, zijn bekering tot, laten we zeggen, Amerika, heeft alles met zijn Israël-standpunt te maken. Ja. Omdat Amerika altijd achter Israël is blijven staan. Omdat hij Amerika zag als de natie die er borg voor stond dat Israël overeind zou blijven. En we hebben het betrekkelijk lang over dit onderwerp, omdat het misschien ook wel een heel belangrijke rol speelt in zijn hele, niet alleen zijn politiek denken, maar ook hoe hij over zijn afkomst dacht en welke rol dat had in zijn werk. Zie ik dat goed? Ja, ik zei een keer tegen hem, Harry, ik hoor je nooit over jezelf spreken. Want we hadden dus flink wat mensen aan de tafel die dan wel eens een keertje wilden vertellen wat ze allemaal gedaan hadden, hoe leuk dat dan was. En Harry deed er dan nooit aan mee. En toen zei hij, ja, wat heb ik daar dan aan, zegt hij. Ik ken dat verhaal toch? Van mezelf. Ja. Dus ik schiet er niks mee op. Hij zegt, die andere verhalen, daar schreef ik wat mee op. Van mezelf, moet ik nog een keer horen dan? Nee, dat heeft geen zin. Dus die arrogantie had ook die kant. Dat hij dat gewoon, ja, dat zat er niet in. Hij wilde dat niet. Dus hij... Maar voelde hij zich door jullie bewonderd? Ik bedoel, was hij de meest bewonderde van het tamelijk prominente gezelschap? Ik denk het wel, ja. En hij vond ook dat hem dat toekwam. Ja, dat misschien zelfs nodig was. Ja, nodig, ja. Weet ik niet. Hij koketteerde natuurlijk mee. Hè? Maar het was niet zo. Het woord arrogant valt zo. Hij was helemaal niet arrogant. Nee. Hij was verlegen. Ja. Dat heb ik altijd bij hem gevonden. Hij is verlegen. En dat is een man die ook voor zich uit kon kijken, een beetje nadenken. En dan ging wat te draden en zo kwam rond. En dat was altijd interessant. Maar dat was niet iemand die zei, dat moest zo of zo. Hij was niet arrogant. Nee, dat hebben we hebben het aan tafel wel eens over gehad. En wat hij wel zei, kijk, hij zei, ik hou niet van valse bescheidenheid. Precies, ja. En ik ga niet zeggen van, nou ja, dat boekje wat ik geschreven heb, dat is eigenlijk allemaal mijn flut en onzin. Geen valse bescheidenheid, maar arrogantie, dat hoorde niet bij hem. Gereserveerdheid, dat zeker. Een gereserveerd karakter, afwachtend. Misschien zelfs enigszins achterdochtig, maar dat een beetje te sterk gezegd is. Maar dat is wat jij ook bedoelde, denk ik. Nou ja, hij was. Behalve als je eenmaal doorgedrongen was, als je eenmaal overtuigd was van je kwaliteiten, zeg maar, en vertrouwen in je had, dan was dat weg. En dan was het ook een vriendschap die onverwoestbaar was, eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Was het voor een deel coquetterie zoals hij zijn eigen talent waardeerde? Ja, hij exploiteerde dat een beetje, maar hij was overtuigd van zijn eigen talent. Dat maar wat bedoel je met exploiteerde? Nou ja, hij merkte natuurlijk dat een heleboel mensen dat stiekem wel een beetje leuk vonden. Hè? Dat hij koketteerde met zijn talenten. Dus dat speelde hij ook een beetje. Rudy zei net nog, hij speelde de schrijver. Maar het had ook een uitdrukking die wij niet altijd zei, kijk nou naar mij. Verguisd, vertrapt, in een hoek getrapt. In een hoek getrapt, ja. Maar ja, ik word altijd in een hoek getrapt, zei hij. Ja. Maar er was ook heel veel legendevorming, want ik heb ooit eens gehoord van iemand die heus niet van de straat was, van ja, die Mulisch die vergelijkt zichzelf met Homerus. Wat niet waar was, het was
Het was John Updike in de New York Review of Books die een hele lovende kritiek had geschreven en hem met Homerus vergeleken. Maar zo kwam, dat paste allemaal in dat beeld van die arrogante moeders die wat door veel mensen opgericht maar, zijn. Maar er was wel, kijk, hij was heel dichtbij als persoon en nog een beetje ver, op afstand eigenlijk altijd. Mm-hmm. Een schrijver gedraagt zich als schrijver, dat betekent dat hij naar zichzelf kijkt. Je kunt mensen hebben, dat hebben ook toneelspelers misschien, die zitten op het toneel en die kijken ook naar zichzelf, hoe loop ik nu, terwijl ze dat niet kunnen zien. Maar het is wel het bewustzijn dat ze bepaald, dat ik wel denk lang nagedacht ooit in een ander verband, waarom die altijd naar Venetië ging. Ik denk, Venetië is een theater. Het is een cultureel theater, het meest perfecte cultureel theater in Europa nog steeds. Oud, mooi, intiem, stil. En daar liep hij graag rond. Alsof de mensen de ramen hem bekeken. Daar is Harry Moore, daar is de schrijver. En dat gaf hem een soort van bewustzijn. En daar kon hij ook bij nadenken. Dat denk ik altijd. En daarbij, wat ik zeg, had het over architectuur net. Hè? Ook hij was natuurlijk, we praten nu over de persoon, wat mij eigenlijk niet interesseert, uiteindelijk. Het was dus als stylist, als prozaschrijver, een absoluut uniek persoon. Dat is geen andere. Het lijkt op niks anders. Ook niet. Het lijkt een beetje op Goethe, vind ik. Dat voelde je misschien zelf ook wel, maar dit heeft een soort hoekigheid gehad. Dat is een oud Nederlands woord. Het is kantig. Dat is dingen met een scherpe contour. Hè? Ook woorden zijn zo. En ik merkwaardigerwijs. Zo schreef hij ook. En toen ik hem dus zijn leerde kennen als schrijver, was ik 16 of 17. En toen was ik totaal omvergeworpen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Andere schrijvers waren goed. Hè? Die waren Reven, Hermans, Klaus, was een mooie dichter. Maar Harry was uniek als auteur, als stylist, als vakman. En dat heeft mij altijd het meest bezig gehouden. En dat is. En daar kun je ook met hem over praten. Ik heb ooit een keer een heel gesprek met hem voeren over interpunctie van een zin. Was dat op een avond van de Herenclub? Ja, ook wel, ja. Ja? Werd er wel ook gedetailleerd over het werk gesproken? Nou ja, als hij een boek geschreven had, dan gaf hij je mening. Ja, en ik was van het vak, omdat ik dat graag in mij interesseerde. Dat. Ja. Maar hij vertelde ook wel hoe hij schreef. En op welke manier en wat hij dan deed. En dat hij, als hij iets moeilijks, aan een moeilijke opgave bezig was, dan zette hij door tot het makkelijk werd. Dan stopte hij pas. Dus dan werd het laat in de middag. Want hij schreef 's ochtends en 's middags tot het goed ging. En dan zei hij, dan kan ik de volgende ochtend veel beter beginnen. Om maar eens wat te noemen. Ja, maar ik wil toch een beetje op de Herenclub toespitsen. Okay. Want dat is eerlijk gezegd een beetje ook het onderwerp. Mm-hmm. Namelijk, was het dan fijn om daarbij te horen? Marcel zei, er waren mensen jaloers die er dan niet bij waren. Was het een eer om erbij te horen? Voelde je niet ook misschien bij een elitair genootschap aangesloten? Dat je dacht, een beetje relativering zou geen kwaad kunnen in deze omgeving? Nou, ik vond het wel een eer. En ik vond het ook wel interessant. En het is ook best leuk om met mensen die allemaal andere dingen doen en toch leuke verhalen hebben, maandags te eten. Lekker, ook nog. Kijk, omdat we dus elke maandag bij elkaar zaten. Hè? En altijd de thematiek was eigenlijk wat er gebeurde in de wereld om je heen. En dat kwam denk ik op neer. En waren die gesprekken, die hadden een intensiteit, konden ze krijgen, omdat ze doorgingen. We konden de volgende week weer verder gaan. Ja. Het waren ook steeds dezelfde mensen. Het is hetzelfde als je een literaire prijs heeft meer betekenis als het altijd dezelfde jury is. Hè? Als bij elke prijs een andere jury, dan heb je ja, dan heb die jury, heeft die, en die is bevriend met die, dan krijg je die de prijs. Dus de standvastigheid, de stabiliteit van het gezelschap gaf een soort van gewicht aan de discussies. En was dat vond ik heel prettig. Werd de stabiliteit, kwam die van Harry? Nee, die kwam van... Die club bestaat al heel lang. Die kwam van het collectief. En soms was dat ook... Bij politiek waren dan natuurlijk Marcel en Hans van Mierlo meer aan het woord. Soms praten we over beeldende kunst, dan was ik aan het woord met Jeroen.
En Jeroen Henneman. Jeroen Henneman. Maar ik bedoel niet zozeer de stabiliteit van het discours, maar de stabiliteit van het gezelschap als zodanig. Was daar de rol van Harry dwingend in? Nou, niet ja, maar, het was wel, maar er was een soort van zelfsprekendheid. Je ging daar je ging daar naartoe maandagavond, tenzij er iets bijzonders was. Ja. Als je met mensen moest gaan eten, andere mensen, of als er iets heel bijzonders was natuurlijk. Maar als je... Dat sprak vanzelf. En dat werd niet afgedwongen of zo. Maar Dat is elke week. Hè. Soms zijn dat in de zomer dat je met z'n tweeën. Ik heb ook met z'n tweeën. Dan waren wij de enige in Amsterdam. Ja. Dat ging gewoon door. Maar dat was, hij ging alleen. Jij en Harry. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Hij ging alleen. Want het was hier. Op vakantie waren, dat moesten wij maar weten. Dat was belachelijk. Maar hij kwam. Hij was er. Hij was altijd. Het was ook not done. Om een maandagavond niet te komen. Dan stond je op een zwarte lijst. Een van de afgetreden leden, ik zal niet zeggen wie, die kwam Harry tegen op straat. En Harry zei, ik moet even iets vanavond... Nooit meer komen. Dat kon niet. Als je maandags vrij was, ging je daarheen. Dat was het. En dat was ook verder voor mij althans geen moeite. En het gezelschap is natuurlijk in de loop der tijden enigszins van karakter veranderd, kan ik me voorstellen. Er gingen mensen dood, er zijn er helaas vrij veel verdwenen. Vrij veel, ja. Ja. Wie kwam dan met nieuwe mensen op de proppen? Ik was Harry. De laatste. Jij was de laatste. Nieuwe, ja. Harry meestal toch. En we kwamen Harry tegen, hè, op een diner bij de burgemeester van Amsterdam. Of een lunch. Dan zat ik naast hem, was ik net in Amsterdam. Ik kende hem wel. Zo. We hebben zo'n club. Hij zei, zo'n club, is dat iets voor jou? Kijk, je bent wel zo'n type. Je moet ik zei, wat zijn het dan voor mensen? Die zeggen, allemaal een beetje van de straat, zei hij. Een beetje vulgair. Dat deed ik letterlijk. Je moet een beetje van de straat zijn. Dus niet zo deftig. En dat, nou, toen ben ik gegaan. En dat was eigenlijk, ja. En gebleven. Het niet zo deftige sprak je wel aan, Marcel. Ja, nou ja, ik ben een van de oprichters, samen met Hans en Harry en Rijnbert. Ja. En ik denk ook. Zijn er ook mensen die wel nog leven en toch niet meer komen? Ja, zeker. Rijnbert, die zien we nooit meer. En heeft dat iets te maken met het verscheiden van Harry? Ja. Nou, ik denk meer nog met het verscheiden van Hans. Ja, allebei. Nou, het is eigenlijk... Ja, Koen Stuyck. Voor hem was de club eigenlijk, dat hing om Hans van Mierlo en Harry. Toen dat afgelopen was, toen was het voor hem ook eigenlijk min of meer afgelopen. Ja. Nou, of je daar gelijk in had, laten we daar straks nog even verder over praten. Gaan we intussen even luisteren naar muziek van Koen de Witte en zijn begeleider, waar ik straks graag de naam van hoor. Dan weten we dat ook. Thomas Gelens. Oké. Okay. Spring, it's soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, 'cause there is nothing I can keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take her mind, but you don't know what it means to me, Jolene. Jolene, I'm
don't take them just because you can. You can have your choice of man. She can never love again. It's the only one. This talk with you, my happiness depends on you, and whatever you decide to do, Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take me. Dankjewel. Voor u het niet gehoord heeft, dat was Jolene van Dolly Parton, maar dan uitvoering van Coen de Witte. We praten verder over Harry Mulisch en de Herenclub. En een paar dingen die ik privé altijd heb willen weten en nu eindelijk eens aan jullie kan vragen. Is dat hij zei altijd dat hij geen andere schrijvers las, althans niet het werk daarvan, omdat hij een schrijver was en geen lezer. Was dat ook zo? Nee, dat was absoluut niet zo. Kijk, dat was ook een van zo'n opmerking die een beetje paste in het imago wat hij van zichzelf schiep. Hij heeft, toen hij van de middelbare school kwam, heeft hij alles gelezen wat je maar kunt voorstellen aan klassieke schrijvers. En daar wist hij ook ongelooflijk veel van. Heeft hij ook allemaal onthouden. Pas later, veel later in zijn leven, was het zo dat hij niet zo de behoefte had om ieder boek wat verscheen, om dat allemaal te lezen. Maar hij kende zijn literatuur als geen ander. Maar hield hij ook de concurrentie in de gaten? Dus nieuwe schrijvers die opkwamen en die plotseling pagina's in de krant kregen, omdat ze mogelijkerwijs een opvolger van hem zouden kunnen betekenen? Nou, ik denk dat de ontdekking van de hemel in ieder geval heeft hij. Ik heb een keer gesprek met hem gehad over de ontdekking van de hemel. En toen zei hij. Dat bracht mij aan het denken over dat hij ongeveer dezelfde het succes hoopte als van Umberto Eco. Die had hij gelezen en daar was hij kennelijk toch erg van onder de indruk. En hij zei, kijk, dit is een boek dat is zoiets als Eco schreef. Dus dat had hij gelezen, maar de concurrentie in nationale zin, namelijk Van der Heijden lezen, ik noem maar wat, of dat deed hij niet? Ik weet het niet. Maar, ja, je zat toch in die Herenclub? Ik ga toch niet. Ik ging niet s'avonds vragen. Harry, heb je Van der Heijden gelezen? Het was geen leesclub, Paul. Nee. Hij zei zelfs, hij had angelezen. Ja, angelezen, zei hij. Angelezen. Hij las erin, maar hij las niet altijd alles. Maar, ik denk niet dat hij later was, dat hij veel las. Goed, een ander punt wat ik hij had geen graag toegelicht wil hebben. Mij viel op dat hij altijd zo blij was als hij geëerd werd. Het zij met een medaille. Het zij dat hij in dezelfde rondvaartboot als Hillary Clinton mocht zitten. Het zij dat hij de burgemeester. Hij was verliefd op autoriteit. Ja. Dat vond hij heerlijk. Hij kon uren vertellen over de paus. Over de paus. Die bezocht dat. Het was een hoogtepunt. Ja, en ik heb zoek aan de paus. Bijna ruzie met hem gehad over. Dat hij, dan had hij weer prins Bernhard ontmoet. Probeer die maar eens te verwijden in die tijd. Hè? Wat ik persoonlijk meer een boef vind. Maar dan vond hij het heerlijk om in die omgeving te verkeren. En dat is iets wat ik totaal niet kon begrijpen. En nog steeds niet? En nog steeds niet. Nou,
Nee, maar hij had ik dus... weet dat het zo is, maar ik... Nee, het was zijn verbinding met Goethe, die had het ook. Hè? Die onderin met Adel. Ja, ja. Dat vond hij mooi. Hij vond dat hem dat toekwam als schrijver. Mm-hmm. Kijk, er is een beroemd schilderij van Beckman. Waarin hij in smoking, afgebeeld is in smoking. Hè? De schilder in smoking. En Beckman heeft dat, daar hebben ze hem heel erg kwalijk genomen. Dat hoor je niet, als schilder hoor je te gedragen als bon vivant, als bohemien. Maar niet als een heer. Maar hij was een heer. In die zin, dat was deel van zijn idee wat een schrijver moest zijn. Namelijk een onaantastbaar gezaghebbende persoonlijkheid. Ja, maar ja, dat het dan leuk dus is. Dus als hij dan op een receptie was. In Amsterdam alweer was een receptie van, weet ik wat, een nieuwjaarsreceptie. En dan liep de stadscommandant van Amsterdam rond, of een generaal. Of met een uniform was hij onmiddellijk geen. In 5 minuten stond hij met hem te praten. Ja. Als je Harry moest zoeken, dan moest je naar iemand met een uniform gaan, dan stond hij er in de buurt. Maar ook een bisschop dus, hè? Ja, dat is waar genoeg. Ja, vond hij prachtig allemaal. Dus ja. Maar ook, laat ik zeggen, mensen die wetenschappelijk presteerden, daar had hij grote bewondering voor, ik bedoel. Hè. En, ja, maar dat is iets anders dan de paus, toch? Ja, tenzij ja, maar die wetenschappelijke status toekent. Ja, maar bij de paus was er ook was er nog iets anders, want hij had... Heeft hij vaak verteld, hij was altijd geïnteresseerd hoe dat soort mensen over zichzelf dachten. Dat wou hij weten. Ja. Hij wilde weten als Paulus s'avonds in bed stapt. Stapt hij dan in bed als de opvolger van Petrus en hoofd van de katholieke kerk? Of als Wojtyla? En dat interesseerde hem. En is hij daarachter gekomen trouwens? Nee, want hij heeft dat hij 1 minuut audiëntie had. En, hij heeft wel gevraagd. Hij heeft het wel gevraagd, natuurlijk. Hij heeft dat aan koningin Beatrix gevraagd. Al gevraagd, ja. Als u nou achter in de tuin loopt, hè, helemaal bij de plantjes alleen, ver weg. In de, denkt u dan ook, ik ben de koningin? Ja, precies. Daar kreeg je wel antwoord op. Nee. Ook niet. Nee, maar had wel... En al die dingen hebben te maken met schrijven. En met karakters beoordelen en bedenken. Met gedrag van mensen. Dat zie je dus alles wat een schrijver doet. Dat een schilder alles bekijkt. Hè, alleen maar dingen kijkt. Harry trouwens ook. Hij keek veel. Maar al dat soort informatie, dat kon hij gebruiken. Ik heb dingen meegemaakt die ik terugvond van wat mij betrof in een roman. Als het om een museumpersoon ging, of als ik die wat dan eens blonde haren, maar dat soort dingen. Ja, vaak details. Vaak gesprekken, ook van de Herenclub, maar ook Adieu. Ja, daar vind je later in zijn werk flarden van terug. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ik heb een stem. Hij zei tegen mij: wat lees jij eigenlijk? Ik zei: nou, bijna uitsluitend non-fictie. Toen zegt hij: dus je leest mij niet. Ik zei, jawel, want jij schrijft ook non-fictie, alleen verzin je dat. En dat vond hij eigenlijk wel aardig uitgedrukt. Oh, ja. En dat ben je later ergens tegengekomen? Nee, en later, maar volgens mij was dat een vertaling van dat gesprek. Dat hij, ik weet niet meer waar, of dat hij het geschreven heeft of gezegd heeft, dat weet ik niet meer. Maar dat hij... Dat iemand hem vroeg, waar heb jij je fantasie vandaan? En toen zei hij, ik heb geen fantasie. Ik herinner me dingen die nooit zijn gebeurd. Ja. Dus het was een soort non-fictie wat hij schreef, maar die hij dan zelf in een werkelijkheid... Dat had zijn eigen gevoel. Overigens, over onderscheidingen... Ik stond zelf aan de geboorte van de koninklijke onderscheiding die hij kreeg in de jaren 70. Toen was ik staatssecretaris en Hans Vermiro zei tegen mij, je moet zorgen dat Harry, want die was jarig of zo, dat hij een onderscheiding krijgt. En ik belde Harry van Doorn, die was minister van CRM en die ging erover. Ik zei, Harry, kun je zorgen dat Harry een onderscheiding krijgt? Hij zei, ja, het is veel te laat, het moet via de burgemeester. Ik zei, ja, kom nou, die onzin doen wij toch niet. Enfin, Harry van Doorn ging zorgen dat hij een onderscheiding zou krijgen. En toen belde hij me op. Toen zegt hij, hij komt niet in aanmerking, want hij is een keer veroordeeld voor het stelen van boeken. Ik zei, Harry, dat doen wij toch niet, die onzin.
Hij zei, ja, je hebt eigenlijk gelijk. En toen kreeg hij zijn eerste koninklijke onderscheiding. Maar nu je dat hier verteld hebt, moet hij waarschijnlijk door de weduwe worden teruggegeven, of niet? Moet sowieso. Nee, dat moet sowieso, hè, als je gestorven bent. Ja. Moet die hele handel dan terug naar... Als je dood bent, dan moet die hele handel terug. Maar vertel even, je moet er ook even bij vertellen hoe hij hem kreeg, dan die onderscheiding. Hij kreeg zo'n uitnodiging van de burgemeester, of hij een oranje bitter kwam drinken, 's ochtends om 11 uur op een zondag. Nou, daar ging hij natuurlijk niet heen, want dat deed hij niet. Dus Marcel Beltemo zei, wat was je nou? Wat was ik? Je kreeg een onderscheiding. Oh, dat wist ik niet. Nee. Nou, kan je vanmiddag om 2 uur? Ja, ga dan naar de burgemeester. Nou, zei hij naar de burgemeester. Sam Calder was het volgens mij. Ja. En die zat met zo'n gezicht achter zijn bureau. En dan kwam Harry binnen. De hele tijd al te wachten. Ja, en die zei, ah, meneer Moeders, ja, gaat u zitten. En die deed een la open en pakte daar zo'n doosje uit. En dan zo'n vierkant doosje. Schoof dat met 2 vingers. Zo. Of de tafel naar hem toe. En zei, kijk, dat is het dan. En toen zei hij bij de deur, zei hij, u zult wel veel dragen, hè, mijn moeder. En Harry hield zich aan de regel. Je vraagt er niet om, je weigert er niet en je draagt hem niet. Dus dat, ja. Zo gaat het met mijn onderscheid. Achtte hij zichzelf onsterfelijk, Julius? In fysieke zin bedoel je? Of metafysische zin? Ja, nee, daar, nee, natuurlijk niet. Maar hij had er natuurlijk een leuke uitspraken over. In de zin van dat ik sterfelijk ben, dat moet nog maar eens bewezen worden. Maar goed, hij natuurlijk wist, was hij absoluut bewust van zijn sterfelijkheid. Ja, iets anders is natuurlijk met zijn onsterfelijkheid als schrijver. Dat was iets ja, anders. Maar kom zo, maar eerst even over lichamelijk. Want hij heeft heel wat te beduren gehad qua lichamelijke aandoeningen. Hoe ging je daarmee om? Ja, daar was hij heel nuchter in. En, want ik herinner me als de dag van gisteren, dat hij voor het eerst bij mij kwam in de praktijk met betrekkelijk vage klachten. Ja, toen bleek al ras. Dat kan ik, dat is geen beroepsgeheim wat ik verklap, want hij heeft het zelf vaak genoeg verteld en ook beschreven. Goed, op een gegeven moment bleek dus dat er iets aan de hand was in zijn maag. En, nou ja, en dat bleek dus maagkanker te zijn. Nou, dus nou, toen zei hij, nou, en wat nu? Ik zei, nou, dat moet geopereerd worden. Nou, zegt hij, kan dat nu, vanmiddag, morgen? Ik zei, nou, zo snel niet, maar we zullen kijken wat we kunnen doen. Ja, goed, dat konden we toen in een paar dagen inderdaad organiseren. Maar heel nuchter, van nou, het is zo, en er is niks aan te doen. En dit moet gebeuren, dus dat zal gebeuren. Maar ook in de overtuiging dat hij het zou overleven. Ja. Ik liep, toen hij net gehoord had dat hij maagkanker had, liep ik met hem over de Leidse Gracht. En toen passeerden we Hotel Amerika. En hij zegt, kom even mee naar binnen. En we liepen die, ik denk, wat nou, die lobby in. En we zitten daar op de bank. Hij zegt tegen me, ik heb maagkanker. En ik kwam net terug uit Amerika, waar ik in het vliegtuig zo'n tijdschrift had gelezen, waar de overlevingskansen van verschillende soorten kanker stond. En maagkanker, daar leefde nog, stond daarin, na 5 jaar 5%. Dus ik dacht, hij heeft zijn doodvonnis gehoord. En ik was van slag. En ik pak zijn hand. En Harry is niet een type om zijn hand te pakken. En ik ben niet het type om een hand te pakken. En toen zegt hij, jij bent er veel meer van anders te boven dan ik. Want we zullen eens laten zien wie de baas is. En dat speelde hij niet? Dat speelde hij niet. Ja, dat speelde hij ook. Maar diep in zijn hart speelde hij dat niet. En hij geloofde, ik denk dat hij ook geloofde, dat als ik heilig geloof, dat ik het overleef, dat vergroot de kans dat ik het overleef. Ja. Je moet leven alsof je onsterfelijk bent, zei hij altijd. En hij had ook gezegd, luister, tegen Hein Donner had hij gezegd, het is heel makkelijk, je neemt de 4 leeftijden van je grootouders, die tel je op, je deelt ze door 4, en dan weet je precies hoe oud je wordt. Hij zegt, in mijn geval is het anders. Want ik heb 1 grootvader die vermoord is. Dus dat zegt niks, dat is ongelukkigerwijze gebeurd, dus ik ben misschien onsterfelijk. Nee, zei Donner, je hebt een kwart kans dat je vermoord wordt.
Maar hij had ook een wiskundige verklaring waarom hij onsterfelijk was. Hij zei, stel, je hebt de laatste seconde van je leven. Die kun je door twee delen. En dan heb je een halve seconde, die kun je door twee delen. En de helft daarvan, die kun je weer door twee delen. Zo tot in het oneindige. Dus je kunt helemaal niet dood, al zou je willen. En heeft hij die houding ook volgehouden toen hij uiteindelijk het vonnis was geveld? Nee, natuurlijk niet. Toen wist hij wel degelijk dat hij dood ging. En hij wist ook dat er nu niks meer aan te doen was. Zo ik het meest... Ik dacht dat... kijk, het sterfbed van mijn vader vond ik heel bijzonder. En dat was het ook. En Harry was mijn vader niet. Maar, dus het sterfbed van mijn vader, dat was het meest indrukwekkende. Maar daarna dat van Harry. Hè, toen hebben we de vergaderingen van de club op maandag. Die lieten we vooraf gaan door een bezoek aan Harry. Dus maandags gingen we eerst altijd naar Harry. Voordat we gingen eten. En daar zat hij, zolang dat nog kon, op die stoel. En hij vond het heerlijk dat wij er waren. En het was, en we voerden gewoon onderlinge gesprekken alsof we aan tafel zaten. En daar genoot hij van. En totdat het steeds slechter werd en hij niet meer was in bed. Ik herinner me het laatste bezoek waar we met z'n vieren. En het kon eigenlijk ieder moment afgelopen zijn. En Julius was erbij. En hij sliep de slaap van stervende. Hè, dat iedereen die wel meegemaakt heeft dat iemand aan het sterven is, die kent dat. En ja, ik was daar een beetje bang voor. Wij waren daar een beetje bang voor om hem dan wakker te maken. Julius, die dat natuurlijk veel vaker meegemaakt heeft, die had die angst niet. En die zei, Harry, we zijn er. En toen deed hij zijn ogen open. En ik zal dat gezicht nooit vergeten. Een brede smile. En hij keek ons één voor één aan. Hij kon niks meer zeggen. Hij keek ons één voor één aan. En ging weer verder slapen. En hij maakte dit gebaar. Zo. Vier keer naar ons. Als ik jullie was geweest, had ik toen de herenclub opgegeven. Ja, je was ons gelukkig niet. Dat weet ik niet. Was het niet een soort eerbetoon geweest ook? Nee, helemaal niet. Oh nee, Harry had zeker niet gewild dat we ermee gestopt waren. Nee, we hebben het erover gehad met hem. Ja, hij wilde uitbreiding. Ja, die wilde uitbreiding. Ja, dat heb je bepleit. Ja, dat weet ik. Ja. Was hij ambivalent in? Nee, wat ik me herinner is dat hij absoluut wilde dat ze daar gewoon mee doorgingen. Maar is er een opvolger dan? Nee, maar... Iemand die dood is, heeft nooit een opvolger. Maar, dus, maar zonder midvoor kun je niet voetballen. Nee, maar ja... Maar we voetballen ook niet. Komt er toch wel op neer. Nee, maar kijk, dat is al eerder te sprake gekomen. Het was niet zo dat hij de voorzitter was waar iedereen... Er waren geen geschreven wetten of wat ook. En hij was wel dominant in zeker opzicht. Maar, dus we gingen ook eigenlijk vanzelfsprekend door. We hebben natuurlijk daarna langdurig gediscussieerd over hoe en wat. Maar... Het stond eigenlijk van tevoren wel vast dat we wel door zouden gaan. We hebben eigenlijk besloten, moeten we geen andere mensen erbij vragen. Maar we hebben uiteindelijk besloten dat we uitsterven. Ja. Het gaat hard. Mooie laatste woorden van dit gesprek. Dank jullie wel, Julius, Marcel, Rudy en Gerard. En we gaan over naar Sarah. Eerst Koen, denk ik.
still living in a darker shade of grey. As soon as all my sorrow fades away, the colors will reveal the break of day. Find my way. Found my home in this town. I found my home in this town. I found my home in this town. I found my snel bij. Ik ga even de Jonge Herenclub voor deze avond aan jullie voorstellen. We hebben hier Alma Matthijssen, schrijver. Thomas Heerma van Vos, ook schrijver. Tamar de Waal, politiek filosoof. En Zinnie Eusdeel, maatschappijhistoricus. Zijn jullie vrienden in het echt? Nee. Heeft iemand van jullie de ander ook echt nog nooit ontmoet? Ik heb de mensen aan deze kant van de tafel allebei nog nooit ontmoet. En ik mensen aan die kant. Oh, dat is best. Oh, wacht. Alma's microfoon moet nog even aan. En een beetje licht. Bedankt, heren. Ja. Alma? Oeh, ja. Hey. Oh, daar zijn we. Hey. En dus even kijken. Jullie kennen elkaar wel. Ja. Jullie kennen elkaar één keer ontmoet. Oké, dus we zitten eigenlijk in twee kampen nu. Met een soort lijn ertussen. Alma, jij hebt, begreep ik, nog bij Harry Mulisch op schoot gezeten. Is dat zo? Ja, klopt. Mijn moeder vertelde mij ook net het verhaal dat ik als baby schijnbaar op zijn schoot werd neergezet. En dat hij eventjes over mijn pluizige bolletje zo heeft geblazen. En, ja, goed. Dat. Maar heb je hem bewust nog meegemaakt later? Of is dit echt een kinderverhaal? Jawel. Mijn moeder die heeft natuurlijk veel met hem samengewerkt en veel over hem geschreven. En is ook bevriend met hem geworden. Mijn moeder is Marita Matthijssen. Ja. En dus ik herinner me dat we ook wel af en toe tweede kerstdag daar hebben gevierd. En dan was ik voornamelijk heel erg onder de indruk van de schedels die in zijn werkkamer stonden. En, mensenschedels? Of? Ja, mensenschedels. Oh, echt, ja. En ik was samen met Menzo het enige, de zoon van Mulisch, dan het enige kind. Dus echt aan het vermaken was ik me niet. Het waren voornamelijk gewoon hele moeilijke gesprekken die ik niet begreep. Ja. En vond je het een aardige man? Aardig is misschien niet het... Ja, hij was
had niet heel veel, bijzonder heel veel aandacht voor mij of zo. Maar ja, was aardig. En af en toe vertelde hij een verhaal wat me bij is gebleven. Zoals het verhaal eigenlijk over de schedels. Ik weet niet of ik het precies goed heb onthouden, want ik was denk ik 13 of zoiets. Dat hij nam één schedel en in zijn hand en bracht dat naar mij toe. En toen zei hij zo van, dit schedel, dit, oh, ik zit nu dit verhaal te vertellen en ineens gaat alles door elkaar. Misschien moet ik gewoon mijn moeder dit even vragen. Mama, hoe ging het verhaal met de schedel? Wacht, dan loop ik even naar de toe. Dit is Marita. Hoe ging het verhaal met de schedel? Nou, hij gaf die aan Alma. En Alma was kleiner toen nog, hoor. 8 misschien of zoiets. En zei, dit is de schedel van een moordenaar. Ja. En Alma had moordenaars alleen nog maar in boeken. Had hij die aangetroffen, hè? Verhalen en zoiets. Dus die trok echt wit weg. En toen heb je hem gehouden? Nee, ik mocht hem niet krijgen. Nee, oh, maar je mocht hem niet hebben, nee. Nu weet ik ook weer wat hij tegen mij zei. Hij zei van, ik heb dit schedel gekregen. En van de man die het aan mij gaf, door hem te beloven dat hij er 2 schedels voor terug zou krijgen. Hij zei, als u mij dit schedel geeft, dan krijgt u daar 2 voor terug, namelijk deze hier in mijn hand en deze. En is dat gebeurd? Weet iemand dat? Weet iemand van de oude herenclub misschien? Is niet gebeurd. Nee. Heeft iemand anders van jullie ooit Harry mogen ontmoeten? Ik wel is. Ik zat met Menzo, die net werd genoemd en die hier ook in de zaal zit. Zat ik in de klas op de lagere school in Amsterdam, de Amsterdamse Montessori school. En Harry was volgens mij niet een vader die zich vaak liet zien en die zijn zoon vaak ophaalde. Maar met de moeder van Menzo en de vrouw van Harry Moeders, Kitty, had ik een wel goede band. Want zij was luizenmoeder in mijn klas. En ik had veel luizen en ik had lang luizen. Dus Kitty heel en ik hadden vaak ons momentje apart. Dan hadden we gym en dan werd ik even op de gang geroepen. En dat was eigenlijk mijn kennismaking met huizenmoedies. Ja, en Harry was daar neem ik aan niet bij het Nee, dit was echt 1-op-1. Ja, oké. En Tamar, heb jij iets met moedies? Heb je iets met zijn werk? Nou, ik zat net even te denken. Ik heb de meeste boeken wel gelezen. Niet allemaal, het Stenen Bruidsbed heb ik bijvoorbeeld niet gelezen. Maar we hadden zo'n puntensysteem bij ons op de middelbare school. Dat bepaalde boeken stonden voor een aantal punten. En je moest een aantal punten halen om het vak literatuur te halen. En dan Denk van de Hemel was dan 5 punten. En dat was dan volgens mij met het Verdriet van België dan de enige 2 die eer toekwamen. Dus het was altijd wel een strijd dan om die te lezen. Dus die heb ik dan op de middelbare school gelezen. Maar ik vind vooral eigenlijk 2 vrouwen een heel mooi boek. Waarom? Nou, omdat het een simpel boek is eigenlijk in opzet qua personages en verhaallijnen. Het is een variatie op Eurydice en Orpheus. En nou, ik vond het gewoon een mooi geconstrueerd en een emotioneel boek. Ja. Zini, las jij Harry graag? Nee. Nee? Nou, ik heb 2,5 boek van Harry Mulisz gelezen. Het ironische van de ironie. Vond ik een briljant werk. Begin jaren 70 waren die onder andere heel veel kritiek uit op Gerard Reven. Mm. 2 vrouwen heb ik ook gelezen, maar dat was omdat het een van de dunste boeken was bij het schoolonderzoek op het gymnasium. En De Ontdekking van de Hemel, ja, daar heb ik misschien 80, 90 pagina's van gelezen. En toen trok ik het niet meer. Ja. Ja. Oké. Nou ja, dat is best dapper om dat in dit gezelschap te zeggen, ja. De herenclub zoals de heren daar zitten. Bestaat er zoiets, Alma, in onze generatie? Als we er even van uitgaan, jullie wonen alle 3 in Amsterdam. En jij bent een Rotterdammer. Ja, dat kan misschien later in het gesprek nog wel van pas komen. Heb je een shirt aan, serieus? Ja, Feyenoord, heb je Feyenoord? Ik ga mijn zondagspakje aantrekken. Ja, een zondagspakje. Bestaat er zoiets nu? Nee. Is er behoefte aan? Niet direct vanuit mij, dat ik denk dat moet ik hebben. Het is veel losser dan een groep die samenkomt op een... Tenminste, ik heb natuurlijk ook gewoon een vriendengroep met wie ik duizenden dingen bespreek. En ik hou sowieso niet van sportauto's en wel van vrouwen. Maar dus het is niet zo vastgesteld. Maar ja, ik bespreek natuurlijk 1000 dingen met een vriendengroep. Maar niet per se op de maandagavond. Ja. Of uitsluitend vrouwen als we op zoek zijn naar een equivalent. Ja. En hoe zit dat bij jou, Thomas? Heb jij een vast clubje mannen of vrouwen die je wekelijks ziet? Ja, maar dat zijn dan mensen
die totaal andere interesses hebben. Dat zijn eigenlijk vooral econometristen van in de 30 met wie ik zelf voetbal en met wie ik eigenlijk niet praat. Maar die zie ik elke week. dus het is niet echt mijn equivalent, maar goed, je vraagt naar de wekelijkse bijeenkomst. Dat is een vaste prik. Maar die zoek je dus alleen maar op het zaalvoetbal uit? Niet op jullie hebben verder econometrie, dat zou je dan worstelen? Nee, ik ben daarbij gevraagd en dat vind ik wel prettig. Ja. En Tamar, hoe zoek jij je vrienden uit? Heb je hele vaste verbanden, hele vaste vriendengroepen? Ja, zeker. En ik denk ook wel dat, het werd al even genoemd, dat op het moment dat je elkaar vaste basis ziet en je een geschiedenis ontwikkelt, dat je dan ook de beste gesprekken gaat krijgen. Want eigenlijk zijn gesprekken over wat heb jij vandaag gedaan of wat heb je gisteren gedaan en een soort van hoe is het nu met je, dat zijn eigenlijk een beetje vervelende gesprekken altijd. En ook als je een vriend of een vriendin te lang niet hebt gezien, dan is het gesprek eigenlijk altijd slecht. Yeah. Dus het is eigenlijk heel belangrijk om elkaar vrij vaak te zien, dat je dan een hele kleine toevoeging kan geven aan een veel breder verhaal wat je eigenlijk vorige week alweer een ander stukje van hebt verteld. Maar ik denk wel dat wij minder... Ik heb een aantal vrienden die ik gewoon vriendschappelijk zie, maar ik had toch de indruk dat hier ook wel een soort van intellectueel verbond werd gesloten. Wij zien elkaar daar niet altijd voor. Wij doen dat ook via internet of Facebook of andere mailinglijsten of zo. WhatsApp-groepen, ja. Ja, dus de noodzaak om elkaar echt iedere week vast te zien is wel een beetje weggevallen. Want buiten ons werk zien we eigenlijk al heel veel mensen ook heel veel. Ja. En hebben we ook intellectuele uitwisseling mee. Dus echt de noodzaak om elkaar bij het eten te zien. Ik denk dat het wel weer hele andere deuren opent qua gesprekken. Maar die noodzaak valt wel een beetje weg. Maar is dat niet iets om toch een beetje naar te streven, misschien, Zini? Ja, om gewoon wel zo'n vaste club te hebben met wie... Ja, nee, maar het mooie aan die oude herenclub is natuurlijk dat het een organisch iets was. Hè. Dat waren mensen die elkaar al kenden inderdaad, in tegenstelling tot deze tafel. En die elkaar min of meer ook mochten, neem ik aan. Ik heb ook wel een vaste vriendenclub, maar dat zijn, ik ben in Rotterdam-Zuid opgegroeid. Dat zijn mensen die niet, met wie je niet over de meest erudite literatuur gaat spreken. Maar over andere zaken die ook relevant zijn. En waar je ook perspectieven hoort die je misschien aan deze tafels niet hoort. En wat is dat dan heel politiek? Ook, ja zeker weten. Ja. Maar dan op een meer misschien volkse manier of hoe je dat ook wil noemen. Wat is volks? Nou ja, voornamelijk de taal, denk ik. Heel veel scheldwoorden. Misschien gebeurt dat ook bij jullie, hoor. Dat weet ik niet. heel veel gescheld. Maar ook, op een rare manier is mijn ervaring trouwens, als je het hebt over intellectuelen, vaak zijn dat dus, we denken aan mensen die hoogopgeleid zijn, die boeken schrijven, academici. Maar in mijn ervaring heb ik vaak toch meer verfrissende perspectieven gehoord van mensen die we eigenlijk als gepeupel zouden zien, zeg maar. Die hebben op een rare manier toch een meer kritische maatschappij, kritische blik, is mijn ervaring althans. Yeah. Dus ik vind dat eigenlijk heel interessant. Ik onderhoud ook heel veel contacten met mensen uit... Ik ben zelf weggevlucht, hoor. Ik zit nu in een luxe flat in het hart van Rotterdam. Maar mijn jeugdvrienden uit Rotterdam-Zuid, die zie ik regelmatig. Ja, ja. Maar en jij schopt ook eigenlijk soms ook best een beetje, tenminste op Twitter bijvoorbeeld. Je bent zeer actief twitteraar. Ik schrijf ook heel veel. Je publiceert. Ja. Maar jij schopt behoorlijk tegen, je zou het de grachtengordel kunnen noemen. Je hebt wel eens de neiging om daar tegen in het geweer te komen. Nou, en ook de nadruk op het Amsterdamse. Nee joh, hoe kom je daar nou bij? Nee, serieus, nu eerlijk zijn. We zullen je niet lynchen. Ja, nee, ik vind het interessant dat je dat inderdaad schoppen noemt. Ik hoor ook heel vaak, je bent zuur. Maar ik vind mezelf heel mild eigenlijk. Ik vind dat een van de taken van... Nee, het is ook van, niet per se zuur. Het is, nee, het niet, is, dat, niet nee. dat jij dat zegt. Maar ik vind een van de taken van intellectuelen is gewoon ook alles te bevragen, zeg maar. Alles wat we als gegeven zien, machtsstructuren of politiek, economische zaken. Ik vind... Arjen van Velen trouwens is een van mijn beste vrienden geworden. Columnist, ex-columnist van de NRC, schrijver. Hij woont nu in de VS. Hij zegt altijd, Nederland is lamlendig. Er is niks veranderd in de afgelopen 20, 30 jaar. En in zekere zin heeft hij ook wel gelijk, hoor. Want als je een beetje schopt... Ik vind dat woord al raar, schoppen. Maar het is toch een beetje gezapig allemaal in Nederland, vind ik. Ben je daarmee eens, Thomas? Ja, daar ben ik het wel mee eens.
En doe je daar zelf iets mee? Of is dat iets, ambieer je om daar iets mee te doen? Denk je daarover na? Ben je daar met vrienden mee bezig? Jawel, ik probeer niet te... Er zijn veel mensen om mij heen die schrijven. En dat is ook onvermijdelijk. Als je zelf schrijft, dan zoek je die mensen enigszins op. Of die zoeken jou op. Je komt in ieder geval bij elkaar. Ik probeer dat niet te gesloten te laten zijn. En ik probeer zoveel mogelijk daarom, ik noemde net wat schertsend, die zaalvoetbalvrienden. Maar ik vind dat ook heel prettig om met totaal andere mensen. Ik probeer heel vaak buiten de gebaande, de hokjes die vanzelf ontstaan als je dan schrijft, te treden. En wat mij dan ook aanspreekt bij de oude herenclub, om het zo maar te noemen, is ook dat interdisciplinaire of dat het niet alleen maar schrijvers zijn. En dat is als je vraagt naar een huidige variant of daar behoefte aan is, weet ik niet. Of ik daar behoefte aan heb, betwijfel ik ook. Maar als ik dat wel zou hebben, zou dat echt zijn als er ook een politicoloog, allerlei totaal verschillende interesses en vakken bij zouden zitten. Dan zou het werken. Ja. En dan zou je ook die lamlendigheid, daar vroeg je naar, dan zou je dat wel kunnen prikkelen dat dat doorbroken wordt. Ja. Heb jij het gevoel dat je een beetje in een, om het even heel direct te zeggen, in een reservaat woont? ja, hier in Amsterdam. God, ergens natuurlijk wel, maar ik denk dat het heel belangrijk is om je daar op de een of andere manier bewust van te zijn. Dat is zo. En je gaat naar een middelbare school waar je voornamelijk met toch witte kinderen zit en uit een hoogopgeleide gezinnen. En dat is soms zonde ergens, omdat je zit ergens soms een beetje gevangen in denkbeelden. Maar ik denk als je daar als toch echt bewust van bent, denk ik dat helpt. Dat je in een systeem zit waar dat zo werkt. En jij zei net dat over de herenclub, dat zo'n gevarieerde groep is. Maar eerlijk gezegd vind ik het helemaal... Ik bedoelde qua interesse en disciplines. Ja, oké. Als je dit ziet, is het niet het meest gevarieerde uitgangsgezelschap. Nee, ik bedoel, het zijn allemaal witte mannen. Ja. Dat lijkt me een ding dat zeker is, ja. En dat zou eigenlijk nu niet... En dat zou eigenlijk nu niet meer echt kunnen gebeuren, Tamar. Zie jij om je heen groepen blanke mannen die elkaar voornamelijk vinden? Of is alles heel gemengd? Nou, ik werk in de academische filosofie. En dat is dus het grootste bolwerk van witte mannen dat nog een beetje zo bestaat. Stond ook vorige week een lang artikel in Trouw. Dus eigenlijk toen ik studeerde en ook op de middelbare school zat, toen was ik eigenlijk nog helemaal niet bewust van het feit dat ik dan een vrouw was. Nou, daar was ik wel bewust van, maar niet dat dat enigszins een invloed had op wat ik zou doen of wat me interesseerde of met wie ik sprak. Maar eigenlijk sinds ik ben nu 3 jaar aan het promoveren, sinds ik werk, zie ik eigenlijk wel weer dat er bepaalde structuren en uitnodigingen, lijntjes lopen en zo, waarvan ik wel denk, oh ja, dat zijn toch wel heel veel witte mannen bij elkaar. En is dat iets waar jij bewust mee bezig bent om dat te veranderen? Ja, want ik vind het onnodig. Ook als ik zo'n beeld zie, je kan natuurlijk heel boos over worden, maar ik vind het ook gewoon onnodig. Dat ik denk, het kan niet zo zijn dat er niemand zou kunnen aanschuiven met een iets andere achtergrond of sekse die iets zou kunnen bijdragen aan het debat. Als ik dat mag aanvullen, ik vond het ook heel interessant hoe er net, ja, dat resoneert ook trouwens met het ironische van de ironie, dat boek van Mulisch. Het was half ironisch, maar volgens mij was het ook heel serieus. Hoe er net over vrouwen werd gesproken aan die oude tafel. Alsof het gewoon gebruiksvoorwerpen zijn. Ja, dat is, ja, oké, je kunt zeggen dat is ironisch misschien of niet. Maar dat is inderdaad wat jij zegt ook een beetje representatief voor die oude garde. En nu klinkt het alsof jullie alleen maar bekritiseerd zijn. Maar, dat mag best. Maar dat is natuurlijk wel een goed punt wat je aansnijdt. Ja. En belangrijk. Ik was er net niet bij toen dat gezegd werd, maar dan... Tamar, die sprak me even aan daar toch over. Nee, omdat het dan, ja, het is iets waar je volgens mij, het is hetzelfde als over dat er weinig verschil soms in groepen zijn als je samen bent. Maar dat je daar bewust van bent dat dat aan de hand is en dat dat nog steeds een probleem is. Dat is zo belangrijk en dat niet wegwimpelen en denken van... Oh, en dat is ook de taak van intellectuelen, vind ik. Om dat juist, zowel persoonlijk als in je werk, om dat aan de kaak te stellen. En, dat is die lamlendigheid. Nou, het verschilt, hè. Als je een schrijver bent om erover te schrijven, of als je dingen organiseert om daar bewust mee bezig te zijn en het aan te kaarten. En dat gebeurt, vind ik, veel te weinig in Nederland. Ook gender en andere issues. Ik ga toch het woord generatie gebruiken. Vinden jullie onze generatie in die zin minder lamlendig dan die generatie?
Lamlendig is het wel een erg groot woord. Nee, maar ik merk wel een soort, kijk, dat is natuurlijk ook, het is nu in die zin, wij zijn allemaal jong, een beetje de tijd ook misschien om boos te zijn. Maar misschien heeft die boosheid heel lang niet echt bestaan. Nou ja, het ging hier dus even aan het begin over vrouwen en vrouwen in dit gezelschap. En de eerste woorden die vielen waren jaloezie en sentimentaliteit en frictie binnen de groep. En vervolgens werd er iets gevraagd over een vrouw die was overgestapt naar een andere vrouw. En vrouwen worden ook altijd meer gedefinieerd aan de hand van hun relaties dan mannen op basis van hun kwaliteiten. Dus er kwamen eigenlijk een aantal stereotypen voorbij waarvan ik hoop dat dat op mijn werkvloer zou worden uitgesproken. Dat dan mensen wel zeggen van, hoor je wel wat je zegt? Maar, dat je meteen wat, over sentimentaliteit wat volgens mij vooral werd gezegd, is dat je als je alleen maar heren bij elkaar zet, een andere dynamiek krijgt dan als je heren en vrouwen bij elkaar zet. Een lamlendige dynamiek dus, dat is het probleem. Nou, daar ging het niet primair over. maar dat vind ik een heel zinnig statement, los van de stereotype. Ja, ik echt niet hoor, sorry. Je krijgt toch een andere dynamiek als je alleen maar mannen bij elkaar zet. Je krijgt ook een andere dynamiek als je putmussen gaat opzetten en zwarte mensen gaat weigeren. Krijg je ook een andere dynamiek. Dit is geen discussie. Ja. Ja. Oké, goed. Nee, je krijgt ook een andere dynamiek als je alleen maar mensen uit Enschede uitnodigt. Of je krijgt een andere dynamiek als je zegt dat er alleen maar mensen van 27 aanwezig mogen zijn. Dus er is natuurlijk wel een soort van bepaalde karakteristieken in groepen doen iets met de groep. Maar of dat nou relevant is voor een groep met wie je over de maatschappij praat, met wie je wil eten op maandag. Dan moet je juist niet van dat soort grenzen opwerken. Dan moet je juist proberen zo divers mogelijk te zijn. Dat woord is tegenwoordig ook taboe in Nederland. Iedereen wordt er gek van. Ja, maar divers, stel je voor, je hebt gewoon 3 mannelijke vrienden die je toevallig heel aardig vindt. Moet je dan simpelweg, omdat het alleen mannen zijn en je met ze wil eten, een vrouw erbij uitnodigen? Nee. Je moet tenminste je best doen. Even maar hoe politiek zijn jouw vriendschappen, zien die dan? Nee, maar hoe bedoel je? Nee, hoe ontzettend. Hoe is jouw privéleven eigenlijk helemaal doorvlochten met politieke motivatie? Als jij zegt dat. Kijk, je zegt net. Als ik met 3 mannen ga eten, dan nodig ik een vrouw erbij uit. Nee, maar dat is wat anders. Hè. Kijk, wat ik probeer te zeggen is van. Als zogenaamde intellectueel is het onze taak om ook over dat soort dingen na te denken. Dus als ik bijvoorbeeld een event zou organiseren. Of een club waar we dus intellectueel bij elkaar gaan komen. We gaan dineren elke dinsdag of maandag of zondag, heilige dag. Om over maatschappelijke issues te praten. En ik merk aan mezelf, hey, ik heb alleen maar mannen. Dan zou ik gaan nadenken, oké, wat heb ik verkeerd gedaan? Dit representeert niet de maatschappij. En ik wil juist over de maatschappij praten. Dus ik zou mijn best doen om dat inderdaad te verhelpen. Nou ja, je moet, het zijn natuurlijk 2 dingen. Hè. Ten eerste heb je zoiets als iets georganiseerd wordt vanuit de staat of politiek of zo. En je hebt dingen die mensen zelf organiseren. Mm-hmm. Nou, als iets echt een soort van publieke event is, dan is het natuurlijk sowieso een discussie waard als er heel weinig vrouwen bij zijn. Mm-hmm. Maar wat mensen zelf doen, in principe mag je in Nederland een golfclub beginnen waar alleen maar mannen bij mogen. Dat is gewoon een recht dat je hebt. Maar je hebt denk ik naast de instituten zoals ze bestaan ook een soort van ethos dat de samenleving heeft. Gewoon van wat vinden wij oké en wat vinden we niet oké. En ik zou toch hopen dat we op een gegeven moment een ethos ontwikkelen als modern democratisch Nederland. Waarin zo'n schilderij als dit gewoon iets kolligs heeft. Kijk. Dat heet het ook. Dat is toch, dat, ja. Maar dat is dus puur een persoonlijk ethos iets wat je niet zou kunnen afdwingen. En wat uiteindelijk mensen zelf moeten doen. Maar ik hoop toch, en ik denk ook dat het uiteindelijk beter is als er een ethos is, dat het niet eens bij mensen opkomt om een mannenclub te beginnen. Ja. En op het moment dat jij aan het werk bent en je maakt, want wat je net aankaart, je maakt mee dat je toch in een soort mannenbolwerk zit. Hoe stel je jezelf dan op of hoe ga je daar, kom je daar tegen in het geweer? Nou, het is wel lastig, want aan de ene kant is het ook wel eens makkelijk om op het moment dat je ergens mee geconfronteerd wordt, wat niet helemaal uitpakt zoals je dat wil, om dat dan meteen op de vrouwen ding te gooien, dan moet je altijd voor uitkijken. Maar ten tweede komen er ook gewoon heel veel feiten voorbij die gewoon onmiskenbaar aantonen dat vrouwen in achterstandspositie zitten. Namelijk gewoon cv-checks met dezelfde naam, of met een andere naam, maar hetzelfde cv. Dat wordt gewoon uitgedeeld aan verschillende posities in de universiteit. En vrouwen worden gewoon 20% minder uitgenodigd. En dat is gewoon op basis van de naam. Merk dus dat je dat ook, Alma, dat bijvoorbeeld jouw mannelijke collega-schrijvers, laten we zeggen, er wordt een symposium georganiseerd. Jullie hebben allebei nu toevallig ook een nieuw boek uitgenodigd. En er moet een jonge schrijver komen die iets moet komen vertellen. Of een stuk uit het boek moet voorlezen. Heb je dan het gevoel, Thomas zou eerder uitgenodigd kunnen worden dan ik? Daar heb ik geen idee van. Dat weet ik niet. Maar ja, je hoopt natuurlijk gewoon dat je beoordeeld wordt op de kwaliteit van je boek. En
Dat kan ik zelf niet goed inschatten. Maar ik denk wel dat het iets is wat toch verwrongen zit in ons gedachtegoed. En ook bij mezelf. Dat is niet alleen wijzen naar anderen. Ik organiseer ook af en toe avonden. En dan ben je zo'n lijstje aan het maken. En dan is het zo, oh, die is heel goed en die is fantastisch. En dan heb je ineens 8 namen achter elkaar. En dan zie je, oh, hè, maar het zijn allemaal mannen. Ja. En dat is toch iets waar je over na moet denken. En dan zit je mee van, moet ik nu, omdat ik hierachter kom, moet ik dan ineens geforceerd 3 vrouwen daartussen gaan zetten? Yeah. Of moet ik het gewoon houden bij mijn eerste wat als eerste in me opkwam? Maar hoe komt dat? Is dat zo? Ik bedoel, wat heel vaak wordt gezegd is dat vrouwen gewoon minder vaak publiek zich uitspreken. Of wat ik heel vaak in mijn werk meemaak, is dat heel veel vrouwen die ik vraag voor iets gewoon altijd zeggen, nee, ik heb geen tijd, of nee, dat durf ik helemaal niet, of nee, ik heb er geen verstand van. Ja. Nou, hoe het komt, ik denk dat een ontzettend lange geschiedenis is waar wij nu gewoon in zitten en er zijn veranderingen aan de gang en we staan pas aan het begin. Dus dat is wat er aan de hand is. En ik denk dat op dit moment heel veel mensen zich bewust aan het worden zijn van dat probleem. En dat er mensen aan het opstaan zijn als de Afrikaanse schrijver, wiens naam onmogelijk is, maar die een fantastische TED-talk heeft gehouden over van we are all feminists. En ook een beetje dat vieze van dat woord probeert weg te halen. Als je een feminist wordt, dan denk je toch al gauw aan een soort schreeuwende vrouw met hangtieten en okselhaar. Maar dat je ook gewoon hoge hakken mag dragen en lipgloss op en een vrouw bent die interessant is om naar te luisteren. En niet alleen vrouw, maar ook gewoon als een... Het gaat heel diep, hè, want ook wat jij vertelt, ik bedoel, we worden er allemaal mee opgevoed. Waar ik me altijd aan erger, en dat hoor ik ook op mijn universiteit, de Erasmus Universiteit, waar ik werk, waar toch economie en business een groot stokpaardje is. Ook in officiële stukken hoor je heel vaak de term powervrouw. Kennen jullie die term? Powervrouw. Ja. Ik snap er geen zak van. Dus als een vrouw succesvol is, is het een powervrouw. Dat betekent dus per definitie zijn vrouwen zonder power. Stellen niks voor. Als ze wat bereiken, zijn het powervrouwen. Heb je wel eens de term powerman gehoord? Dus dat slaat er helemaal nergens op. Maar dat is één klein voorbeeld van die structurele... Ja, laten we het een beetje dan bij zijn naam noemen. Het is toch een tijdperk van benoemen. De vrouwenhatende cultuur waarin wij leven. Ik bedoel, we denken dat we in Nederland heel ver zijn met vrouwenrechten. Maar als je puur naar de feiten kijkt, zoals Tamer net ook aangaf, zijn we een van de slechtste in Europa. Dat moest onze minister ook toegeven vorig jaar. Dus ja, laten we daar eens over praten als mannenclub, herenclub. Thomas, ben je een feminist? Bij mij weten niet. Nee. Nee. Denk je er wel eens over na? Of? Nou, ik lees regelmatig dat gebeurt nu wel heel vaak. Artikelen waarin dan bijvoorbeeld, om het bij de literaire wereld te houden, hoe weinig die genomineerd worden voor prijzen, vrouwelijke auteurs. En dat kan je natuurlijk nooit helemaal nagaan, want het blijven individuele beoordelingen van een kleine jury. Maar als je gewoon kijkt, afgelopen 30 jaar, naar het aanbod boeken van vrouwen, en hoeveel daarop terugkomt op uiteindelijke lijstjes, dat is zeer... Dat is niet evenredig met hoe dat bij mannen zit. Ik merk dat wel om me heen. En dan niet per se met uitnodigingen voor dingen, maar met dit soort structurele dingen die je dan ook enigszins aan de hand van cijfers kan aantonen. Ja, dat is wel een geluid dat heel vaak klinkt. Maar wat heel moeilijk is om in één keer bij te draaien. Ja, ja. Dus dat, volgens mij zitten we dan nu daarbij in het soort proces van steeds explicieter benoemen. En steeds meer mensen worden zich daar bewust van. Even terug naar die vriendschappen. Stel je voor, wij worden vanavond beste vrienden. Nou, daar gaan we van uitgaan. En wij beginnen een herenclub. En dat noemen we ook gewoon een herenclub. Maakt niet uit. We hebben de leeftijd van de heren daar. Hoe willen we dan... Want we hebben allemaal ideeën over dingen die moeten veranderen. We hebben het ook over het feit dat er een groeiend bewustzijn is. Hoe willen we dat het er dan uitziet? En hoe denken we dat het er dan uitziet? Onze wereld, de positie van vrouwen, je kans op succes. Tamer. Nou ja, het beste is natuurlijk dat het gewoon als categorie iets irrelevants wordt. Dus dat je eigenlijk niet van tevoren ermee bezig bent om het te levelen. En dat je pas achteraf beseft van, oh,
dit keer is het percentage zo uitgevallen, maar dat het een soort van natuurlijk gaat. Het is nu nog eigenlijk veel te bewust wel of veel te bewust niet. Mm. Dus het ideaal, ja, in de ideale wereld is het, ja, is het gewoon net zoals iemands haarkleur of zo. Je ziet het wel, maar het is niet relevant op het moment. En op welke manier zijn wij politiek? Zijn wij activistisch? Absoluut niet. Ik bedoel, het is een en al, nogmaals, het is een copyright van Arjen van Velen, maar hij gaat gebruiken. Het is een en al lamlendigheid. Maar heb je niet het gevoel dat daar iets echt op dit moment in aan het veranderen is? Ik hoop het, maar ik zie, het kan ook aan Rotterdam liggen hoor, maar ik zie het niet. Ik zou een simpel voorbeeld geven. Jammer trouwens dat Marcel van Dam weg is, want hij is er nu de afgelopen jaren ook mee bezig geweest. Als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er gebeurt, heel simpel, het hoger onderwijs, hè? De basisbeurs wordt afgeschaft, het hoger onderwijs, en dat zie ik van binnen gebeuren, wordt één grote MEC-universiteit. Het gaat alleen maar om rendementen, zo noemen studenten tegenwoordig, rendementen. Het gaat alleen maar om hoeveel geld levert een student op, en dat is die neoliberale hervorming die er plaatsvindt. Maar in Rotterdam, ik weet niet hoe het in Amsterdam is, maar in Rotterdam zie ik geen enkele student, ja, misschien een stuk of 10 soms, iets hier tegen doen, iets organiseren, protest. Dat was vroeger wel anders, toch? In de jaren 80, 70 en 60. Het is gewoon compleet weg. En ja, waar het door komt, ja, ik denk deels ook in die paarse jaren. We hebben dan een soort van cultuur van extra polderen ingevoerd in Nederland. Misschien is dat een oorzaak. Maar ja, ik vind dat gewoon raar in 2014, weet je wel. Het lijkt een beetje alsof je ons dus een soort voor, misschien, dit gaat wel over iets jongere mensen dan wij natuurlijk, als je het hebt over studenten. Nee, maar ook mijn collega's, ik kan er niet eens over praten, zeg maar. Want je had het over vriendenclubs met wie je intellectueel maatschappelijke issues bespreekt. Ik kan het niet met mijn collega's doen. Ik hou van ze, sorry. Maar ja, waarom niet? Het zijn natuurlijk slimme mensen, werken ook aan de universiteit. Nee, maar als je een beetje kritiek uit in Nederland, als je een beetje 1 millimeter afwijkt van het maaiveld, dan ben je meteen radicaal. Dat willen ze niet. Ze denken alleen maar aan carrière. En. Eens, Thomas? Nou ja, misschien wel. En om je vraag te beantwoorden. Is wij hebben allemaal, ik heb het idee dat er wel iets aan het veranderen is, dat namelijk als ik weer een beetje toespits op in ieder geval het schrijven, dat is waar ik dicht bovenop zit, is dat er was in de jaren 90 en ook wel in de tijd dat ik op de middelbare school zat, dus tussen 2002 en 2008, een dominerend cynisme eigenlijk en echt een soort illusieloosheid die vierde heel erg hoogte. En ik heb het idee dat dat nu wel aan het keren is en dat er ook wel steeds meer een roep komt om hoop in boeken, om dus dat er wel iets aan het veranderen is. En dat het niet alleen maar lamlendig is. En we gaan inderdaad niet met z'n allen zo snel naar buiten om te protesteren. Dat heeft vast met allerlei dingen te maken, met andere mogelijkheden die er zijn om een stem te laten horen. En ook met het feit dat onze generatie, om dat akelige woord toch maar te gebruiken, ja, verder afstaat van oorlog en echte dreiging dan de generatie hiervoor, veel verder. Maar ik heb wel het idee dat dat dus aan het veranderen is. Dat er wel iets meer hoop komt. En dat mensen die schrijven en zich willen laten horen, ook in columns en dergelijke, iets meer willen op het spel willen zetten. En niet alleen maar willen doorprikken. En is dat per definitie heel individueel, door zelf een column te schrijven? Of is er ook weer behoefte om ergens samen te komen en het erover te hebben? Niet per se de straat op, maar... Zoals in een herenclub. Goeie vraag. Ja, dat is heel. Ik kan niet daarbij echt alleen voor mezelf spreken. Die behoefte is er bij mij niet enorm, omdat ik vrij individualistisch ben ingesteld. Maar ik zou, als er een andere herenclub was, zou ik best een videostream daarvan willen hebben en willen horen wat anderen zeggen. Dus ik zou wel mee willen doen, maar dan van af de zijlijn. Ja, zoals in de Bali. Ja. Maar onze informatiekanalen zijn dus ook veranderd. Wij hoeven niet meer echt in een kamer te gaan zitten. Maar is dat niet heel fijn om juist wel eens een keer in een kamer weer te gaan zitten? Ja, ik denk wel dat dat fijn is, ja. En waarom doen we dat dan niet? Want ik merk juist heel erg om me heen dat veel mensen zeggen, laten we nou gewoon bij elkaar gaan zitten. Laten we dat iedere week doen. En het komt er nooit van. En het komt er nooit van. Hebben we te losse contacten, te veel ook? Ja. Ik moet nou kritisch zijn op mezelf en op onze generatie inderdaad. Het is, ja, er is precies wat jij ook zegt. Er is inderdaad, daar ben ik helemaal mee eens, er is een gevoel van, oké, er moet wat gebeuren die... Die jaren van nihilisme zijn voorbij inderdaad. Dat is een van de voorbeelden. Dus misschien ook, dat geldt voor alle generaties. De populariteit van het boek van Piketty bijvoorbeeld. Er is vraag naar iets. Maar het daalt maar niet naar het concrete, vind ik. Dat weerspiegelt zich misschien ook in het feit dat we niet, dus inderdaad niet...
die fysieke tafel doen we bijna niet meer. We gaan of appen met elkaar, of Twitter inderdaad, of Facebook, of misschien, ja, misschien een sms'je af en toe. En heel af en toe bellen, maar inderdaad, als het puntje bij het paaltje komt, is het toch allemaal, hoe zeg je dat? Ja, in het luchtledige of zo. Ja. Nou, het is misschien ook wel dat er heel lang niet meer echt een alternatief is geweest voor de democratie met een kapitalistisch economisch systeem daarbij. Dus dat is ook, dat stel ik dan van Willem Schinkel die in Rotterdam zit. Die zegt dat eigenlijk het grootste probleem van onze huidige tijd is eigenlijk dat we alleen nog maar bezig zijn met probleemmanagement van een uitgezet systeem waar we eigenlijk al heel lang in zitten. En we hebben het eigenlijk nooit over de randvoorwaarden van dat systeem. En ik heb het idee dat vroeger, dat er nog gewoon, ook op de UvA merk ik dat nog wel, dat er gewoon expliciete Marxisten waren. Ik bedoel, dat is radicaal hoor, dan ben je gewoon tegen het democratische systeem zoals het er nu is. En die mensen die hadden gewoon hoogleraarposities en weet ik wat. Nou, op zich hebben we over hele grote principiële politieke uitgangspunten delen we allemaal. Alle wetenschappers en alle hoogleraren aan de universiteit staan in principe achter dat kapitalistische democratische systeem. En wat mij betreft, of het nou marxistisch is of liberaal of sociaal-democratisch, maakt mij niet uit. Ik zou meer inderdaad expliciete politieke woede willen zien. Ewald Engelen is trouwens een van de weinigen, vind ik, die er geweldig voor pleit. Hij pleit voor meer woede. Weet je wel, dat we meer echt ons zorgen maken om het systeem inderdaad. Ja. En dat gebeurt bijna niet. En dat doet natuurlijk Piketty op zich ook. Ja. Die pleit ook voor een vrij radicale oplossing, namelijk een internationale vermogensbelasting. Maar bijvoorbeeld Naomi Klein heeft nu ook een boek geschreven over klimaatverandering. En die zegt gewoon, het kapitalisme moet op de schop. Ja. Bedoel, er zijn inderdaad wel weer stemmen misschien die echt niet alleen maar het probleem willen oplossen, maar de categorieën willen oplossen. Mag ik één ding over zeggen over woede? Daar ben ik echt zo erg mee oneens. Ik denk dat de emotie echt heel erg uit de politiek moet worden gedreven en dat de ratio terug moet. Maar over welke emotie heb je het dan precies? Nou, gewoon over heel veel emoties. Je hebt het over het populisme en... Ja, over Frans Timmermans bijvoorbeeld. Die speech die heeft me echt op geen enkele manier geraakt. Dat vind ik geen emotie hoor. Dat vind ik gewoon een goede acteerwerk, vind ik dat. Dat vind ik geen emotie. Ja, nou ja, dat is misschien hetzelfde. Maar ik denk niet dat we moeten pleiten voor meer woede. Ik wel, zeker. Misschien niet zozeer in de partijpolitiek, maar meer vanuit de mensen zelf, zeg maar. Of nou, ik denk dat we meer moeten pleiten voor nadenken. Maar ben jij boos over dingen in de wereld? Nou, hier kan ik me blijkbaar kwaad over maken. Dat boos worden op... Ja. Ja. Nee, maar erg meta, ja. Bijvoorbeeld als we dan Piketty, nu de naam gevallen is, als we dat lezen. De afgelopen 200 jaar is dus, in de afgelopen 200 jaar is de ongelijkheid in de samenleving weer ongekend hoog geworden. Zeg maar, we zijn weer 200 jaar in de tijd teruggevallen. De 0,01% van de samenleving is er de afgelopen 30 jaar op vooruit gegaan. Terwijl de rest is er eigenlijk of gelijk gebleven of op achteruit gegaan. Die 0,01% is er niet zomaar op vooruit gegaan. Die heeft bijna alle winst van het hele systeem opgestreken. Ik bedoel, dat is frappant dat er dan 99% is het niet zo dat ons niet raakt, omdat het ons niet raakt. Omdat wij in Amsterdam wonen in een mooi huis. Wij horen niet bij die 0,01% hoor. Maar ik kan nog steeds elke dag gewoon ontzettend veel lekkere broodjes kopen. Dus kan mij de 0,01% schelen. Is dat niet wat voor ons allemaal geldt? Zolang wij het zelf goed hebben. Jouw kinderen hebben geen studiefinanciering meer. En de gezondheidszorg is met eigen risico veranderd. En de openbaar vervoer is duurder geworden. Vinden die het überhaupt niet moeilijk om na te denken over iets wat hen op dat moment gewoon nog niet raakt? Is dat niet iets wat van alle tijden is? Er is een toename van private rijkdom en een totale afname van publieke rijkdom. Op de kunsten wordt bezuinigd. Noem alle publieke uitgaven die je hebt maar op. Sterker nog, wij leven, en dat heel weinig mensen brengen door, maar we hebben een van de meest radicale kabinetten ooit in Nederland. Hè? Echt, we leven een natte droom van Reagan en Thatcher. Dat was allemaal aan het doen zijn. En precies wat jij zegt, de komende 5 jaar. It's all over, mensen. Geen pensioen meer, geen betaalbaar hoger onderwijs meer, geen zorg meer. En ja, ook wat jij zegt, nou, inderdaad, er is niet genoeg urgentie of zo daarover. We gaan allemaal mee in het systeem en proberen heel technocratisch erover na te denken. Maar, ja. Bijvoorbeeld bij de universiteit, 60% is ZZP'er. Ja. Mensen worden voor 8 maanden aangenomen om vervolgens dan de vakantie zelf te moeten doen om daarna weer voor 8 maanden te worden aangenomen. Dus niemand krijgt meer vast contract, nog dat je iets opbouwt. Het is echt heel oneerlijk. En veel geworden tegenargument, zelfs van collega's van mij die dezelfde dupe van zijn. Ja, maar het kost anders te veel. Bullshit. Nederland is nog nooit zo rijk geweest, hè? Als je kijkt naar het kapitaal dat er is in het land. Dat is gewoon onzin. Maar systeemkritisch denken, en niemand hoeft het met ons eens te zijn aan tafel, maar systeemkritisch denken en hierover praten. Als je een Naomi Klein uit Nederland
pas moeilijk geweest. Dat lukt niet. Maar in het buitenland doen ze dat wel. Waarom doen we dat niet in Nederland meer, zeg maar? Nou ja, dat is de vraag. Is het niet een oplossing om wel te zeggen, we gaan volgende week hier weer bij elkaar zitten? Dat vind ik een heel goed idee. Volgende week vrijdag. In Rotterdam. Ja, ja. Want we moeten ook een beetje afronden. Ja, eigenlijk gewoon een hele lieve vraag. Hoe belangrijk zijn vriendschappen in jullie leven? Is het het belangrijkste wat je hebt, Thomas? Dat is een hele lieve vraag, ineens. Ja. Nee, het is minder belangrijk dan familie. Familie staat echt veruit op één. En dan daaronder komt vriendschap wel. Goeie tweede. Alma? Ja, ik denk ook ontzettend belangrijk. En ik weet niet hoe dat ook bij de herenclub was, maar ik denk dat zij ontzettend erg van elkaar. Ja, nee, eerlijk gezegd denk ik ook, dat weet ik niet of het daar heel vurig aan toe ging, maar in mijn gedachten denk ik dat ze allemaal ontzettend lang na hadden gedacht voordat ze ook daadwerkelijk met elkaar in gesprek gingen en elkaar lieten uitpraten en luisterden en misschien ook wel eens een keer een denkbeeld van de ander overnamen. Dat vind ik ook iets wat je zo weinig nu ziet als je een discussie aangaat. Dat iemand uiteindelijk ook daadwerkelijk iemand heeft overtuigd en dat durft toe te geven. Dat zou je meer willen zien? Nou, nu heb ik vaak het idee dat als mensen in een discussie gaan, dat ze sowieso bij hun eigen standpunt blijven. Ja. En dan zie ik het punt niet van waarom je met elkaar in discussie gaat. En als je elkaar waardeert, zoals zij dat waarschijnlijk ontzettend deden tegenover elkaar. Volgens mij maakten ze ook wel eens ruzie, toch? Ja, we hebben daar. Ja. Er werden mensen uitgeschopt. Ja, precies, werden mensen uitgeschopt. Ja, maar goed, jij kwam iets. Ja. Tamer? Ja, vriendschap is heel belangrijk. Ik denk namelijk dat echte vrienden, dat is nog anders dan met familie. Met vrienden heb je eigenlijk de enige arena waarin wat de ander zegt, je helemaal zeker weet dat het komt van iemand die het beste met je voor heeft. En met familie bedoel ik dan, die zijn dan positief gekleurd. Dus je krijgt veel kritiek in je leven, maar bij vrienden weet je dat als je kritiek krijgt, dat het niet is om jou af te kammen of tegen te houden, maar ik heb het beste met je voor en ik denk dat je dit anders moet doen. Ja. En die arena, die moet je koesteren, volgens mij. Mooi. Nou, om antwoord op jouw vraag te geven, als het goed met je gaat, als je aan het shinen bent, is iedereen je vriend. Maar de mensen die overblijven als het slecht met je gaat, die dan je rug hebben, dat zijn echte vrienden en die zijn heel waardevol, vind ik. Ah, dankjewel. Goed, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie komst. Natuurlijk ook allereerst de Herenclub, meneer Witteman, iedereen die hier zit, het Harry Mulisch Festival met wie we dit hebben georganiseerd, de jonge denkers hier en Koen de Witte en Thomas Gelens. Voordat we naar het laatste nummer gaan luisteren, wat Laat Me van Ramses Shaffi is, wil ik nog even zeggen dat we nog het hele weekend programma's hebben in de Bali. Morgen om 3:00 hebben we 3 keer Hemels. Dat gaat over de 3 verschillende adaptaties van The Discovery of Heaven, of De Ontdekking van de Hemel, de film, het theaterstuk en het boek. En op zondag hebben we ook 2 programma's. Om 2:00 een lezing van Onno Blom. En om 2:00 de filmvertoning van The Discovery of Heaven, met daarna een nagesprek met Edwin de Vries, de scenarist. Dus koop vooral uw kaartjes en kom lekker hangen in de Bali. Goed, jongens, ga je gang. Je moeder haakt af. Je moeder haakt. Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren,
al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaken evenwicht. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie mij lief is, blijft mij lief. En waar ze wonen moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten, misschien vandaag of over een jaar. Ik zou ze kussen en begroeten, dat komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, ik heb er altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik ben geen bezwet en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel een keertje sterven. Daar kom ik echt niet
onderuit. En ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je het maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zoenen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en nog liefst nog langer. En laat je blijven wie ik ben. Dank je wel.